Shein. Ik zal wel een linkje zetten. Ook heb ik voor jullie dus een kortingscode. Dat is super chill. Ik ga wel heel vaak dood. Ja, ik wil eigenlijk gewoon even eerlijk naar jullie zijn. Ik voel me niet echt goed in mijn vel. Ik vind echt... Oké, het is inmiddels avond. Het is heel donker. Dames, even in de rij. We gaan gewoon vorderingen. Ja. Lekker eten, oma. Helemaal dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En ik ga vandaag weer week vloggen. Het is vandaag maandag en ik ben naar mijn werk toe. Dus ik ben mezelf even aan het klaarmaken. En dan ga ik zo onderweg. Ik zal zo even laten zien wat ik aan heb. Nou, voordat de vlog begint, vergeet me niet te volgen op Instagram. Ik plaats namelijk best wel vaak updates over YouTube, Instagram. Of als ik ergens jullie mening over wil. Of ja, dat soort dingen. Dus ja, vergeet me niet te volgen. Vergeet ook niet te abonneren. En te liken. En te sharen. Nee, ik weet niet. Dit laat ik naar. Ik ben echt moe. Het is nu 7:30. En ik moet om 7:45 weg. Dus precies, we zijn 7:58. Dus ik moet eigenlijk een beetje gaan opschieten. Maar ja, ik eet eigenlijk nooit ontbijt. Dat doe ik echt al heel lang niet. Omdat ik, ik hou gewoon niet van ontbijt. Ik vind al het ontbijt vind ik niet echt lekker. En ik heb echt totaal geen honger in de ochtend. Dus ja, ik weet niet. Ik kan echt niet eten in de ochtend. Dus dat is wel, dat scheelt echt heel veel tijd. Daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen. Dat ik er geen tijd voor had. En dat ik onderweg meestal wat nam. En op een gegeven moment vergat ik dat. En nu, ik ben er gewoon zo aan gewend. Ik heb gewoon, mijn lichaam heeft gewoon geen honger in de ochtend. Omdat, ja, het er gewoon gewend aan is. Maar ja, ik moet echt even heel snel opschieten. Deze week, ja, ik heb nog maar 2 weken stage. Echt super gek. Dan ga ik weer naar school. Ik heb ook wel mijn schoolrooster gekregen. Ik heb echt fucking chill rooster. Ik heb namelijk bijna gewoon geen school. Ja, ik heb ook een nieuwe baan trouwens. Zo, ik heb opeens alles te vertellen. Terwijl ik vorige week al nog gevlogd heb. Maar ik heb een nieuwe baan als bezorger bij de apotheek. Dus dan moet ik medicijnen rondbrengen. Isabelle doet het ook. Die zegt dat het echt heel chill werk is. Dus ik ben benieuwd. En ja, het verdient echt super goed. Het verdient 11,50 per uur. Dus ik hoop dat ik daar ook wel een beetje vaak kan werken. Want ik heb natuurlijk nu helemaal geen werk. Nou ja, alleen YouTube dan. Maar daar word ik ook niet miljonair van ofzo. Zo, ik ga mijn outfit laten zien. Ik heb dit shirt aan van de Most Wanted. Deze blazer van de Mango. En deze broek is... van Shein. Ik ga wel een linkje zetten. Ja, ik schop dit om. Maar wat is er? Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk, ik ben je wel wakker. Oké, jongens. En ik heb mijn Dr. Martens erbij aan. Gaat weer helemaal top. Oké, ik ben nu al een tijdje op kantoor. Het is nu 11:45. En ja, zo meteen gaan we lunchen. Ben nu helemaal alleen hier, want iedereen is in een meeting. Of is er niet. Samantha is vandaag wel weer. Superleuk, want voor de mensen die niet weten. Samantha was dus mijn collega. Die is nu gestopt, want ik was hier. Maar haar stage is afgelopen, maar ze komt nog wel eens langs, dus dat is super leuk. En ja, vandaag wordt het vooral gewoon veel editen. Want ik ben zeg maar ook vlogs aan het maken
voor hier op werk. En daar ben ik mee bezig. Dus als die online staan, zal ik het aan jullie laten weten. En dan moeten jullie het echt checken, want het is echt super, super leuk. Oké, het is inmiddels avond. Ik ben thuis en ik ga zo meteen sporten. Ben ik scherp? Ik weet niet, ik heb een bureau die anders zie niet. ja, ik ga zo meteen sporten met Bo. Het is nu 7:45. Ik heb net gegeten, thuisgekomen. En ja, that's it. Volgens mij ben ik helemaal niet scherp. Ik had gelijk, ik was niet scherp. Ik had net gefilmd, maar ik was helemaal niet scherp. Maar ik dacht dat ik niet zag dat ik mijn bureau niet op had, maar... Dat was echt niet scherp. Ik ben in ieder geval thuis in de 7:45. Ik kwam thuis van werk, heb net gegeten. En ik ga nu meteen sporten. Nu meteen zo meteen sporten met Bo. En ja, yeah, that's my night. Goedemorgen allemaal. Ik ben onderweg naar mijn werk, maar ik moet even haasten. Dus ben ik ook niet scherp, maar ik spreek jullie zo. Hallo allemaal, het is inmiddels avond. Ik kom net terug van de verjaardag van mijn oom. Was super gezellig. Maar ik had werk en na werk ging ik eten en daarna ging ik meteen naar de verjaardag van mijn oom. Ik zal nog even mijn outfit laten zien wat ik vandaag aan had. Ik krijg er namelijk altijd vragen over. Ik heb een leren jasje, dit shirt. Ik weet niet waar dit jasje van is. Volgens mij van de Stradivarius. Dit shirt is van de... Kostes volgens mij. Ja, het shirt is van de Kostes. En dit broekje heb ik van Shein. Nou, Shein. En dan deze laarsjes. Van de Shein ook. Ik zal wel links in de beschrijving zetten. Maar. Ik heb wel lief van iemand een pakketje ontvangen. Ik zal even laten zien. Wat dit is. Bijna weer mijn adres laten zien. Dat weet ik altijd. Maar zo'n meisje zei, ik verkoop nepwimpers. En ze had mij een bericht gestuurd op Instagram. Van, hey, zou ik dit naar je opsturen? Dat is misschien wel leuk. Dus ik dacht, why not? Superleuk. Ik zal hier, dit is hun Insta. Dus als je er benieuwd naar bent, moet je het even volgen. Ja, ze heeft er ook een super lief briefje erbij geschreven. Dankjewel. Love you. En ze heeft het superleuk verpakt. Dit zijn in ieder geval de wimpers. Zien er echt super mooi uit. Ik ga ze sowieso nog een keer met uitgaan. Ik denk dit weekend misschien wel opdoen. Dus dan laat ik het zien hoe ze eruit zien. Daar heb ik ook nog een heel leuk ander pakketje gekregen. Namelijk van Young Boys. En dit is een bedrijf van twee vrienden van mij. En hun zijn net begonnen hiermee. En ja, ze hebben echt super vette kleding waar ze ja, helemaal zelf mee zijn begonnen. Hun Insta is official_youngboys. Ja, het is zeker checken waard. Ze hebben echt een super mooie Insta feed en super nice foto's. En ze hebben t-shirts, sweaters en ja, echt, het is echt heel nice. En wat ook heel leuk is, is dat ik waarschijnlijk voor hun ook model mag staan... zeg maar bijvoorbeeld zoals dit om foto's te maken. Ja, dus dat vind ik echt super leuk. En dat gaat binnenkort gebeuren. Dus dan ga ik dat ook sowieso vloggen. Dat is ook heel leuk. Maar ik had van hun dus dit pakketje gekregen. Super lief. Met dit. En deze tas. En er staat op: be inspired, the future is yours. En ze zijn echt op het leuke en het vet aan hun is dat hun echt gewoon nog best jong zijn. Jonge ondernemers. En hun doel is echt om andere jonge mensen ook gewoon te motiveren om een stap verder te zetten. En ook gewoon hun droom achterna te gaan. En ja, zoals deze quote eigenlijk al zegt. Dus dat vind ik sowieso echt super nice als er echt zo'n business verhaal achter zit. Daarom ga ik sowieso in de toekomst meer met hen samenwerken. Want dat vind ik gewoon super leuk. Ja, ik heb nu dus deze tas. Maar ze hebben echt nog super echt goede kwaliteit shirts en sweaters. Ook heb ik voor jullie dus een kortingscode. Dat is super chill. Dus als je iets wilt bestellen, doe het dan zeker met mijn kortingscode. En met de kortingscode SARA10 krijg je 10% korting. Dus dat is altijd super chill.
Dus vergeet zeker dat niet te gebruiken. En ja, ik ga nu eigenlijk gewoon lekker slapen, want ik ben doodmoe. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. Ik ga zo naar werk. Ik word vandaag een late dag, want naar werk hebben we nog een event. Dus ik ben waarschijnlijk pas laat thuis. En ja, ik heb dit vest aan, daaronder heb ik een shirt aan, want ik word koud. Ik heb een flare, zwarte flarebroek aan. En deze schoenen. Ja, en ik ga nu weg. Goedemorgen allemaal, ik zie er echt niet uit. Ik heb echt gewoon een trui aan en I don't know. Maar ik moet weer naar een stage, ik was vroeger. Ik was gisteren heel laat thuis door het event, was wel super leuk. Maar ik was mijn camera vergeten. Echt super dom, anders had ik het kunnen filmen. Maar ik ga dood. Ik ga wel heel vaak dood. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdagochtend. Ik heb volgens mij gisteren de hele dag niet gevlogd. Maar ik had echt super druk. En ja, ik wil gewoon even eerlijk zijn. Ja, ik wil eigenlijk gewoon even eerlijk naar jullie zijn. Want ja, ik kom gisteren verder naast dat ik het druk heb, voel ik me niet echt goed in mijn vel. Ik weet echt niet wat het is, maar ik heb echt een soort winterdip of zo. En er is niet echt iets heel ergs aan de hand. Er zijn wel gewoon een paar kleine dingetjes waar ik me gewoon kut over voel. En ik ben gewoon heel gestrest en heel druk en zo. En ja, dat is gewoon kut, want ik wil dit super graag doen. Maar ik heb nog 1 week stage en dan heb ik weer school en heb ik weer super veel vrije tijd. Dus ik hoop dat ik dan echt veel meer video's kan maken. Want ik wil zo graag video's maken, maar het lukt me gewoon niet. Omdat ik er gewoon geen tijd voor heb. En dan, ja, dan ja, sorry, mijn hoofd is echt gewoon overvol. En ik moet nog zoveel doen en ik weet niet wanneer. En ja, dus dat. That's my fucking life. Ik ga zo meteen wel even gezellig met mijn oma weg. En dan ga ik vanmiddag aan school. Ik ga met mijn oma nog even gezellig wat doen. En vanavond heb ik een feest waar ik moet. Van mijn nicht waar ik foto's ga maken. Dus dat is wel heel leuk. En morgen ga ik ook niks doen. Dus. Ik ben inmiddels thuis. Ik ga voor de vlog editen voor morgen. En die online inplannen. Mijn kleine boefje ligt hier. My best friend. Altijd gaat ze bij mij in bed liggen slapen. Oké, vanavond ga ik in ieder geval dus foto's maken voor mijn nicht. Ik heb hier dus ook een spiegelreflexcamera en die ga ik gebruiken. Maar ik ga even een paar instellingen maken en even kijken wat een beetje goed werkt. Oké, het is inmiddels avond. Het is heel donker. Ik ga misschien toch wel uit, ik weet nog niet. Maar ik heb in ieder geval wel een outfit ervoor aan. Niet dat ik zo meteen er niet uitzie en dan opeens uit wil. En ik sta natuurlijk gewoon op een feest. Dus ik moet er wel gewoon een beetje normaal uitzien. Het is wel de derde keer dat ik me opmaak. Maar normaal maak ik me nooit zo vroeg op als ik uitga. En sowieso is het al helemaal eraf. Zo, ik ga uit en kom eraan. Zo. In ieder geval, ik ga zo meteen Bo ophalen. Ik kan sowieso niks drinken, want ik ben dus met de auto. Wacht, ik moet eigenlijk heel even Bo bellen. Ik moet heel even Bo bellen. Ja. Terug naar de navigatie, ons gaat fout. Dan zijn Sarah zo door het Holland in. Bling West. Bling West. Oké, het is inmiddels 1 uur. We zijn nu bij mijn nicht voor de deur. Hebben we de auto geparkeerd en nu gaan we onderweg
naar Super. We zijn nu in wacht op taxi. Ik probeer net een Uber te bestellen. We konden gewoon geen Uber bestellen. Het was zo raar. Hij zegt, ik doe gewoon met Apple Pay. Zegt hij, ja, je kan niet betalen hiermee. Nou, ik vond het zo irritant. Dus nu hebben we een normale taxi gebeld. En ik hoop niet dat het te duur is. Dat was ook echt gek. Ik hoop het niet. Maar het is echt niet heel ver weg hier vandaan. Nee, maar het zou wel gewoon 20 euro kosten. Ja. Voor misschien 5 minuten rijden. Ja. Maar ja, hè. That's like... We komen om... Kwart over één. Komen we aan. Zou misschien even in de rij. We gaan gewoon voordringen. Ja. Die wij vorige week deden. Yeah.
Goedemorgen allemaal, het is inmiddels de volgende dag. Ja, ik ben inmiddels ook alweer thuis. Ja, het was zo leuk gisteren weer. Echt niet normaal. Echt zo top. Ik ga zo meteen uit eten met mijn opa en oma. Super gezellig. Dus ja, daar heb ik me mee voor klaargemaakt. Ik heb de vlog... Oh, de vlog staat nu online. Kut, ik moet even kijken. Oké, het is echt heel donker hier. Ja. Waar is mama? Komt er aan. Wat doe je nou? Nou, het licht aan. Nou, gaan we nu weg? Ja. Oké. Leuk. Hey, dat zeewier is ook zo lekker. Ja, precies. Lekker? Ja, heerlijk. Zaar. Je hebt nog niet eens gegeten, joh. Ja, maar ik ken het al. Ik ken het al. Oeh, tonijn. Hoe heet het tonijn? Carpaccio. Ja, tonijn carpaccio. Lekker. Heerlijk. Lekker. Hey, dankjewel. Lekker. Zo saai, joh. Lekker eten, oma. Wat lekker. Gaan we even delen, hè? Ja, zeker. Alles voor mij, hè? Ja. Ik ken het woord delen niet. Ik ken het woord delen niet. We zijn thuis. Nee, niet doen. Hoezo niet? Alleen, we hebben de huissleutel niet. Dus nu komen we het huis niet in. Wat ga je doen? Wap, kijk uit. Dat red ik niet. Nee, hè? Dus nu moeten we via de badkamer naar binnen, denk ik. What the fuck? Kijk, het kwam omdat ik met de auto ging en daar zat de autosleutel aan. Die ligt nu binnen. Heeft oma niet een reservesleutel? Mijn vader is daar op het dak geklommen. En die zit nu... is via het badkamer naar binnen gegaan. Ik ga stuk. Pap! Het is toch niet normaal? Vader is hier met de ladder hier opgeklommen. Hier zo op het huis. Holy shit. Maar ja, dat is echt heel dom. Want onze huissleutel zit dan maar een autosleutel die ik gebruik had. En nu heeft mijn vader een andere autosleutel gepakt van een andere auto. Dus als je wil inbreken aan ons huis, ga via het badkamer aan. Nee, normaal staat het... Ja, ik niet open. Waar is hij nou dan? Pap! Oh hier. Zo, heb je dat nou weer gedaan? Je hebt ook het raam geklommen. Maar stond dat raam open dan? Ja. Stond hij niet op die klik? Nee. Zo, dan hebben we geluk. Nou, we zijn binnen. Oké, het is inmiddels een tijdje verder. Maar ja, het is alweer zondagavond. Dat betekent eigenlijk alweer het einde van de weekvlog. What up, Mark? Ik word overbelicht hier. Ik weet echt niet wat er allemaal gebeurd is gisteren met mijn camera. Maar er staan zoveel rare instellingen in. Maar ja, op een gegeven moment zat iedereen natuurlijk die vlogcamera van mij te pakken. Ik ga eigenlijk gewoon de vlog bij afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Was weer een lekker chaos avondje. Het beeld is ook heel raar. Ik lijk een spook. Het beeld is raar. Ik snap er helemaal niks van. In ieder geval, ja, ik hoop dat je het leuke weekvlog vond. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven als je deze video weer leuk vond. Een blauw duimpje omhoog. Vergeet gewoon niet een blauw duimpje omhoog te geven voor de 500ste keer. Doe het, just do it. Ja, vergeet ook niet een reactie achter te laten, want ik vind het heel leuk om jullie reacties te lezen. Vergeet ook zeker niet te abonneren natuurlijk. En de notificatie bij aan te zetten, want hierdoor blijf je op de hoogte als ik een nieuwe video plaats. En ja, vergeet me ook niet te volgen op social media. De Sarah Verwoerd. Ik ben echt super actief op mijn Instagram. Dus erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!